Hey yo kijkers van de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe serie. Jawel, nogmaals, hier op Shadow Games 23. En wel jongens, hij is eindelijk hier. Call of Duty Ghosts. Yes, eindelijk. Ik heb hier zo lang op gewacht. Het enige wat ik hiervan hoop is dat het totaal niet lijkt op Black Ops 2. Want dat is echt gewoon de slechtste Call of Duty First Person Shooter die er ooit is geweest. In de geschiedenis van First Person Shooter en van alles wat maar heilig is. Dus en dit wordt niet zomaar een Call of Duty Ghost multiplayer serie dingetje. Nee jongens, vandaag gaan we beginnen met van Noob tot Commander. Jawel, zo gaat de serie heten. En het is niet zomaar een Road to Commander serie, want nou ja, dat is wat oude meuk. Ik wou er een nieuw draai aan geven, dus van Noob tot Commander, zeg maar. Dus dat lijkt me wel grappig. Maar goed, eens even kijken. En wat jullie mogen doen, jongens, is jullie moeten onder iedere aflevering van Noob tot Commander achterlaten met welk wapen ik de volgende aflevering moet gaan spelen. Als er gewoon geen wapens staan, dan kies ik zelf wel. Dat ga ik vandaag dus ook doen, want ik heb eigenlijk geen idee wat in de game zit, wat de graphics zijn, het hele verhaal. Ik ken het allemaal niet. Ik ga de campaign niet doen. Ik ga gewoon multiplayer doen, heb ik met opzet voor gekozen. Want nou ja, Road to Gold is gestopt voor degenen die nog niet weten. Doe ik niet meer aan. Ik ben er klaar mee. Dus ja, dit is zeg maar een vervanging daarvoor. Maar goed, we gaan meteen maar eens even beginnen. Multiplayer. We suggest you play squad first. Nee, ik wil multiplayer. Fuck jou. Eens even kijken, echt. Ik heb geen idee wat de wapens zijn. Ik heb geen idee. Eens even kijken naar Xbox Live, lijkt mij. Oeh, dit ziet best wel epic uit alvast. Mooi laatste schermpje trouwens, met die drie hoekjes. Het is eigenlijk een beetje hypnotiserend eigenlijk. Oh god, wat is dit nou? Welkom to Call of Duty Ghost Multiplayer. If you're a new... To the squad... jongens, ik weet hoe je moet schieten. To celebrate the release of Call of Duty Ghost, we are turning on double XP for a launch weekend. Ka-ching! Yes, dat gaat goed. Eens even kijken. Create a soldier. Oké. Eens even kijken. Select your first squad member and pick your starting layout. Ja, is goed. Kunnen we allemaal nog niet, dus wit. Prima. Assault, eens even kijken. Of die. Hey, is die niet de Vector? Oké dan. Waarom is het een meisje in godsnaam? Het zal. En, mooi sniper. Even kijken. Oké, nou. Ik denk dit dan, hè, want dit is handkunding. Assault rifle. Ben je weer in de Call of Duty meuk komen? Are you sure you want to select assault as white starting layout? Ja. Is goed. Kunnen we alleen maar een meisje? Ik wil geen meisje. Ik wil geen meisje zijn. Echt, what the fucking game. Edit squad mem. Oh ja, RB. Ja. White. Die noemen we Donut Movies. Donut Movies. Donut Movies. Want Xbox Live is Donut Movies bij mij, dus wat dat betreft. Daarom moet alles ook Donut Movies zijn en niet Shadow Games. Oké, Donut Movies. Ik kan dit niet, de Donut Movies. Yes, oké. Kunnen we helemaal niks aanpassen, zeg maar, hoe het poppetje eruit ziet of zo? Wacht. We kunnen wel alles veranderen hieraan. Soul drive zetten weet ik ook wel. Oké, dat zit er allemaal standaard op. Perks. Marathon, quick draw, strike package. Man's best friend watching your back. Oké. Knife expert with advanced armor. Ik vind dit prima. Dus even kijken. Kunnen we ons poppetje niet aanpassen dan? Of misschien is dat een vent? Ik het. We gaan gewoon maar eens beginnen. Fight match. Ik vind het prima. Standard. Pff, nou, doe maar domination, want dat ken ik. Oké, domination. Oh god, wat is dit nou? Stonehaven en Prison Break. Oké. Oh god, we hebben een match gevonden. Oh god. En als het goed is, zou ik op 4 bar moeten runnen, want ik ben niet aan het uploaden en ik ben niks aan het doen. Oké, domination. Chasm. Oké, we spelen op Chasm of Chasm, weet ik het hoe je het noemt. Oh mijn god, ik pak er waarschijnlijk geen reet van, maar goed. kies dat maar. Oké, nou, ik weet de controls, ik ken het. Oké, nou, het ziet er wel grappig uit. Oh, we hebben een hele fancy minima boven in beeld. Oké, dat is nice. Zullen we zien. Hey, dudes. Where are you, dudes? Kom dan, hè.
Ik ben blij dat het op MW3 lijkt. Echt serieus. Laten we even de sensitivity wat aanpassen. Want die heb ik altijd op 4 staan. Kijk, dit is wat beter. Oh god, ik word nou wel beknald hier. Nee. Demonen, laat mij met rust. Oh god. Ja, demons. Fuck jou. Oké, goed. Nou. Wat is dit nu? Oh, ik heb een kill. Ik heb een kill. Oh god, nee. Oh ja, van boven. Ik ben blij. Ik ben echt blij, jongens. Het lijkt gewoon op fucking MW3. Hier ben ik echt blij om. Deze game gaat helemaal grijs gespeeld worden hier op Shadow Games. Gewoon omdat het op MW3 lijkt. En ja, dit is erg belangrijk voor mij. We are losing C. Het zal wel. Ik ga naar B toe. Of nou ja, ik ga eens maar eens proberen een beetje van de map te verkennen hier en daar. Want ik snap de groen riet van. Oké. Okay. Hier hebben we allemaal gastjes. Hey, jongens, hoe gaat het met jullie? Dun, 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 dun. Oh god, dat gaat helemaal scheef hier. Nou, waar is everybody? Hallo? Kom dan. Oh, ja. Goed zo. Ik heb een assist. Nou, dat is iets. Oh, je hebt ook een goeie. Oké. Okay. Friendly. What the fuck, waar ga jij heen dan? Het zal wel. We lopen hier langs. Hier word ik waarschijnlijk dik gesniped. Oh god, nou, ik word het in ieder geval in mijn rug gepakt. Dat is sowieso alweer de pro-skills van Call of Duty. Doe je geen raid aan, ik heb het opgegeven om daarop te gaan raidje, echt serieus. Oké, dat is echt nice. Dat dit hele beeld niet meer in beslag wordt genomen door dat leaderboard ding. Dat is echt een editie wat ik heel fijn vind. Ik vind de minimap vind ik echt heel fijn. Dat kan ik jullie nu al zeggen. Kut. Oh, wat falend. Wat faal ik. Ik moet de sensitivity denk ik even hoger hebben. Want ja. Oké, okay, dit is beter. Nou kan ik tenminste wat doen hier. Oké, okay, ik moet er een beetje in komen. Dus verwacht niet pro-heid van mij. Alsjeblieft niet. Ik moet het allemaal doorhebben. Ik moet de mappen kennen. Ik moet alles doen. Ik ga trouwens ook van iedere mappack wat uitkomt een review doen. Dus kijk daar naar uit. Oké, okay, nou capture die meuk. Hup, 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 hup. Oh, dit is echt epic. Dit ziet er cool uit. Hup. Goed zo. Position secure. Oké. Okay. Dood. Jullie zitten daarboven. Ik weet het ook wel, hoor. Had je gewoon een melder bij je ding? Volgens mij had je een melder bij je granaat wanneer die afging. Dat is nice. Oh, shit, gek. Wat is dat, een koffertje? Oh, god, jezus. Wat nou weer? Ik word gepakt door een hond. De fuck, man. Wel. Zie je even zien, hè? Oh my god. Pam, 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 pam. Ik ga een keer redelijk wat potjes spelen, omdat ik een goede first look wil hebben. En verdorie, weer in mijn rug. Ik word gewoon weer in mijn rug genomen in Call of Duty Ghost. No, please, Dolans. Don't do this. You do it. Laten we even switchen naar een ander wapen. Change layout. Ja, geef dat maar. Ik ben wel benieuwd wat dat precies inhoudt. Ik vind het gewoon fancy, dit. Het is fresh, het is nieuw, het lijkt totaal niet op Black Ops 2. Daar ben ik blij om. Black Ops 2 is een redelijke game, maar het is niet een game waar ik zoiets van heb van... Ja, die is echt episch. Nee, verdorie. Neem me niet in mijn rug. Misschien ga ik ook gewoon naar de compleet verkeerde plek in de map. I don't know, maar... Ik heb dit rare ding nu, oké. Okay. Submachine gun, oké, okay, dat zal. Hier kunnen we in, volgens mij. Ik vind het al lang blij als ze geen Orbital V-satellietjes hebben hier. Ja, gaan we sterven doen. Gaan we dood, gaan we dood, gaan we dood, dood, dood. What the fuck, dit ding is echt kut. Dit is echt een poepgun. Ga dood, oké. Okay. Headshot, bitch. Klim hierop, oké. Okay. Da, 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 da. Oh fucking shit, ik ga even naar een ander wapen switchen. Laten we die eens proberen. Wat hou jij in? Oeh, die is lekker, de ACR-130. Ja, geef maar. Oh god, dat is spawn weer. Wonderful, even kijken. Hey dudes, where are you, big arms? Doe, 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 doe. Oh, hi. Oh god, die heeft zelfmoord gepleegd. Nee, doei, trusten. Geef mij een wapen, laptop op de AC-112 en ik pwn fucking iedereen, echt. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. We gaan deze kant maar heen dan. Want hier is een teammate bij mij, dus dat is goed. Meerdere teammates zelfs.
Het hele gebouw is aan de sodemieterse kloten. Holy shit, dat is hoog. Hey, hondje. Doggy. We lost B. Nee toch, ik wil wel mijn eerste potje winnen hoor. Losing Alpha, dat is hier. God, nee ja. Zo, Alpha kwijt. GG, Ronald, GG. Dood. Oké, headshot. Jij ook dood. Of niet? Oh god, die wordt wel eens teruggenomen daar. Dood, zeg ik toch. Oh my god, dit ding. Zo'n leuke gun. I like it. I like it a lot. Even zien, oké. Ik heb AMA jongens, we moeten het potje winnen. Helpt die hond ook mee secure eigenlijk? Zou cool zijn. Oh god, we worden in de rug genomen. Yes, set, kom. Ik heb een killstreak. Holy shit, nee. Ik heb een killstreak. Wat? Wat is dit voor ding? Lol, ik heb een killstreak. Ik heb een killstreak. Wat het doet, ik heb geen idee, maar ik heb een killstreak. Bam, zo. Rank up, yes. Yes. Even kijken. Dam, 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 dam. Ja, oh, ik zag jou wel. Jezus. Hier zijn mensjes. Mensjes? Where are you dan? In de subway. Jullie zijn in de subway. Oh, niet meer. Hij is dood. Wat? Is het hier boven? Oh god. Hij is al dood. Oké. Is even zien. Dan gaan we hier naar boven toe. Is even zien. Loosing. Geweldig. Is even zien. Oh god, jezus. Er zat er dus wel een. Poepscheet. Hey, capture. Hey, oké. Okay. Oeh. Is even zien. Ik vind het echt een nice game. Het voelt namelijk alsof ik deze game gewoon al een week aan het spelen ben. Dat is nice. Even kijken. Ja, ik wil A wel even securen. Dat wil ik wel even doen. Zolang er maar geen niet aardige mensjes komen. Ja, capture maar. Hup, oké. Okay. Position secure. Maar natuurlijk. Oh, hier kunnen we dus niet langs. Oké. Okay. We lost Bravo. Even kijken. Hier kunnen we wel langs, toch? Ja, dat kunnen we. Even kijken. Dan hierheen. Eens kijken of we C kunnen cappen. Kijk, ze kunnen hier zitten. Oh, verdorie, nee. Sad face. Heel erg sad face. Oh, god, nee. Oh, verdorie. Daarboven. We zijn losing. Nee, jongens, ik mag mijn eerste potje Call of Duty niet winnen. Al zou dat echt typisch zijn voor mij. Oh, god, samurai. Ja, dit is GG. Ik speel 6 op 15. Wauw. Nou, ik doe het lijkt niet zo slecht als ik had verwacht. Dat moet ik wel toegeven. Ik had verwacht dat ik gewoon geen kills ging maken ofzo. Maar ik doe het slecht. Maar redelijk voor mijn doen. Kijk, hierheen. Laten we eens kijken of we via deze kant naar C kunnen gaan. Volgens mij moet dat wel kunnen, denk ik. Wat? E. E is vlakbij mij in de buurt. Daar, motherfuckers. Oh god, nee. Jezus. Dood jij. Boom. Oh. Zitten ze dan? Er zit er hierheen. Ik weet het. Ja, 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 ja. Schiet hem dood, schiet hem lek. Ik ga hier langs. Dood. Yes. Yes. Volgens mij ben ik een meisje, ik weet niet zeker. Ik denk het. Verander ik eigenlijk, godsnaam. Oh, godverdetering. Wel, dat zag ik niet. Eens even kijken. We gaan echt dik verliezen. Ja, verloren. GG. We gaan nog wel even een potje doen. Ik denk dat ik doorga tot iets van 3 kwartier en een half uur of zo. Puur omdat ik dit... Nou ja, ik denk het niet eerlijk gezegd. Zal ik het gewoon hierbij laten of zullen we nog een potje doen?
Zullen we gewoon nog een potje doen? Dan is het zeg maar gewoon echt dat ik gewoon zo... Boah, weet je wel, dat het echt helemaal in mij zit en zo. Even kijken. Oké. Create a soldier. Ik wil weer met deze verder. Ik wil geen... Oh my god. Huh? Unlock the squad memory requires 3 squad points. You don't have enough. Hoeveel squad points heb ik dan? 1 of zo? Oh, squad points. Ik heb er 2. Oké, dus je bent volgens mij standaard dus ook een wijf. Oké, het zal wel. Kan ik nog wat nieuws hierop dan? Ik was allemaal squad points. Wat? Dat is dus het hele systeem hierachter. Oké. Nee, ik wil de lobby niet verlaten. Oké. Stormfront. Nieuwe map. Doen we deze nog, jongens. En dan stoppen we de aflevering. En dan is het GG. Oké. Federation. Ik vind Call of Duty Ghost echt gewoon op MW3 lijken. En daar ben ik echt heel blij mee. Want MW3 vind ik een hele goede Call of Duty. En nou, ik had al mijn hopes ervoor dat het op MW3 zal lijken. En niet op Black Ops 2. Dus dat is nice. Het is ook zeg maar van de makers van MW3 volgens mij. Dus als trouwens Black Ops 3 uitkomt. Nee. Ik denk niet dat dat wat gaat worden bij mij. Maar het zal wel. Even kijken. Oh, dat boven is het. Oké. Ja. Ik ga er al heen. Dip, 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 dip. Kunnen we ook Dolphin Dive? Wat? Wat is dat nou voor iets? We kunnen glijden of zo. Wauw, dat is cool. Even zien. Oké, we gaan hier langs. Oh, First Blood. Of First Takedown. Nee! Godverdorie, granaten in mijn bak is weer hier. Ze spammen de equipment alweer. Jezus, mensen. Wat, we zijn hier aan het loosen. Hier zit aan iemand. Godzie. Alrighty then. Wel, dit is dus redelijk interessant hier. Even kijken. Kunnen we hier dan heen? Ja. Oké, hier komt iemand zo meteen, denk ik. Laten we even dat daarheen doen. Dan gaan we hier langs. Oké, heel goed, heel goed, heel goed. Laat mij. Alsjeblieft, laat mij met rust. Ik zweer je, ik wil dit cappen. Ik moet dit doen voor mijn team en voor Spartacus. Oké. Oh, verdorie, ik ben dus nog dood. Geen idee door wat. Oh, sniper, geweldig. Als je ziet, ik heb hem gecaptured. Maar we hebben kills nodig, anders komen we er gewoon niet. Ja, ja, kom eraan. Wat, losing B? Au, AI! Godzie! Waarom moet ze equipment gaan spammen? Doe dat eens niet, gast. Oh, jou zie ik daar wel, hè? Denk je nou dat ik jou niet zie, daarboven? Payback! Yes, bitch! Jongen, ultimate sniper spot. Oh my god. Daar moet je gewoon gaan zitten als je sniper bent. Ik begin de map te ontdekken. Oh. En dit is hier ook nog. Hier, daar is het. Jongen, ik ga er weer heen. Hier, bitch, van bovenaf. Laat me eens langs. Hup. Laat me langs. Gek. Ja, ik zie wat hij wel hier. Even kijken. Oh, sniper of meuk daarboven. Moet niet meer heen. Even kijken. Laten we eens kijken of we mensen uit de brug kunnen pakken hier of niet. Of kan het niet? Nee, ze zitten hier niet. They are not in here. Waarom neem je zoveel damage van de afspringen? Dat was nooit zo erg. Zo heb ik waarschijnlijk ook die andere gast. Nee! Zo heb ik ook die andere gast gekild waarschijnlijk. Oké, nou ik ga voor deze kill hier. Dood. Goed. What the fuck, waarom een aap? Oh god, jezus. Ja, 2. Ja, GG. Granaat. Granata. Oh god, nee. Satcom. We zijn weer aan het verliezen. Waarom verliezen we? Dat hij door mij mag kopen. Oké, okay, hoppakee, die hebben we. We moeten door, jongens, we moeten door. We need to go on in here. Oh my god.
Die had waarschijnlijk een light machine gun. Ik weet het niet zeker. Alleen, ik heb zo'n vermoeden. Oké, jij bent dood. In ieder geval geen les meer voor jou. Ja, ze zit hier binnen. Wat? Kan dat nou weer dan? Het zal wel. Oké, door. Wij moeten doorgaan en doorgaan. Oh my god. Weet je wat ik misschien doe, jongens? Is, ik ga misschien dat hele wapen kiezen eruit halen, zodat ik meer kan uploaden voor jullie. Ik denk dat ik dat ga doen. Dat ik gewoon veel kan uploaden, in plaats van dat ik altijd heel veel moet wachten voordat jullie comments achterlaten met wapens en zo. Maar als jullie allemaal tips voor me hebben, mogen jullie het achterlaten. Het spijt me dat ik het jullie een beetje anders heb verteld dan dat het een beetje de bedoeling was. Want nee, ik zit nou zo te spelen en ik heb eigenlijk zin om uren door te gaan. En dat kan eigenlijk niet. Want nou, dan moet ik eerst weer wachten, uploaden, voordat jullie een keer weer comments achterlaten en alles. Dus dat gaat heel erg lang duren allemaal. En daar heb ik allemaal niet zo zin in. Want ik wil gewoon door. Ik wil dit lekker opnemen voor jullie, zodat jullie echt heel veel Call of Duty hebben. Dus laten we het gewoon zo doen, oké? Maar als jullie gewoon leuke suggesties hebben wat ik een keer moet doen of zo, dan dan kan dat wel. Oh god, jezus. Laten we eens kijken wat die handgun precies inhoudt. Oké, gewoon een handgun dus. Oké, ik wil een handgun kill. Geef mij handgun kill. I want it, please, dudes. Please. Ik wil een handgun kill. Oh god, daar beneden. Ik wil een handgun kill. Geef dat nou eens. Oh god, bliksem. Dat is een hond. Nee, je kutbeest. Jezus. Laat mij. Nou, waar is iedereen dan? Ik wil een handgun kill hebben. Oh, verdorie. Dat gaat het dus niet worden. Oké, geen handgun kill. Dan misschien de volgende aflevering? Ja, meh bad. Ik moet er ook een beetje op focussen dat we niet gaan verliezen. Want dat doen wij een beetje heel erg. Dus wat dat betreft. Fire! Oh god, jezus. Verdorie, spam niet met equipment, AUB. Jullie spammen met equipment? Oh, ik ook spammen met equipment, bitches. Oh, er zit gewoon iemand, hè. Is nog het ergste van alles. Ja, dood, bitch. What? Oh, jij faalt. Oh, er was er nog één. Geweldig, Ronald. Heel goed, heel goed. Hoeveel speel ik? Jongen, ik ben fucking beste van mijn team. Je bitches. Oh god, gooien. Ja, niet goed genoeg. I am too bad. Too bad at this merc. Zo, gaan we Amos even capturen. Dude, I'm coming, please. Dude, laat mij ook mee helpen. Yes, zo, oké. Cool, je nu dat sliding dingetje hebt, dat is leuk. Even zien, oké. Meuk. Kweet. Een juggernaut? Wat? Oh, ze beginnen nou echt OP te worden hier. Kunnen we hier af? Ja, dat kan wel. Oh god. Dood, jij. Ga dood. Nee, wat? Je hoorde dood zijn. Vind ik niet eerlijk dit. Oh, hij was bijna dood. Geweldig, gewoon al. Dood, je rothond. Dood, goed zo. Ik heb zo'n hondje vermoord. Huh. Wat zit die honden nu gewoon met elkaar te vechten? Geweldig. Capture A. Snel jongens, dit moet gebeuren. Nou, dood, we are not losing this fight. I can handle the heat. Oh god, wegwezen. Dat is geen gastje. Kijk, nou, ze hebben me nou gezien erboven, dus we moeten snel wegwezen hier. Zou je ook een mob of zo kunnen halen hier? Dat zou wel cool zijn. Godver. Hup, hier. Eet het. Heel goed.
Yeah, payback. Wat geen headshot, wat. Oh god. Yes! Setcom. Bitches. Godver. Nou, ik heb een setcom in ieder geval, dus iets. Is mijn setcom nou gewoon destroyed? Wat dan? Echt serieus. Vind ik niet leuk. Godver. Moet die killstreaks ook allemaal nog leren en alles, dus dat gaat wel in duren, denk ik. Ho, meneertje. Ja, nee, verdorie nou, hè. Jezus. De boef toe. Je doet. Are you in here? No, you're not. Geweldig. Hier dan. Ik vind de mappen echt cool, alleen je hebt echt plekjes waar je gewoon van alle kanten gepompt kunt worden. En dat vind ik niet zo leuk. Oh god! Shit, alles en iedereen zit hier, man. Huppakee, rank up, dank u wel. Godsamme, echt, dat was zo close. Jee, setcom. Hup, setcom. Geen idee wat het doet, maar het zal. Volgens mij is het een soort UAV of zo. Ja, ik ga dit toch capturen, maak je niet druk. Ik moet dit doen voor mijn team. Godver, granaat. Jezus. Assist. Jij dat. Oké. Gaan we naar beneden toe. Zullen we zien. Anybody here? No. Anybody in here? Friendly Sandcom. Hi. Oh, ik zat nog bijna de last kill. We zijn gedefeat. Verdorie, ik wil een keer winnen. Jezus. Oh hier, de Vector zit dus wel weer in de game. Oké. Okay. MLG Pro. GG. Geweldig. Echt serieus. Oké. Okay. Back. Yes. Maar goed jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Nog even een kleine uitleg van wat deze serie nou precies is. Nou, het is van Noob tot Commander. Het is zeg maar Road to Gold, alleen een andere titel om gewoon eens een keer iets anders te doen dan iemand anders. En jongens, ik zei in het begin dat jullie in reacties achter moesten laten met welk wapen ik moet gaan spelen. Mogen jullie nog steeds doen, mijn zegen heb je. Als jullie coole layouts willen, echt alle hulp is welkom. Alleen, ik ga er niet meer afhankelijk van zijn. Ik ga ook zelf kiezen wat voor wapens ik allemaal wil en wat ik lekker vind en wat ik niet lekker vind om mee te spelen. Dus jongens, ik ga dan gewoon een meukzooi van deze dingen opnemen. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.